Nee, ja, het in de schat moet je ook niet zeggen dat het Engelsman is, hè? Ja. Maar we hebben hier toch ook een mooi plekje. Oh, het is schitterend. Dit is vroeger ook wel anders geweest, hoor. Dit was ook een rotzooitje, maar dat hebben we ook helemaal netjes gemaakt. Ja, het ziet er schitterend uit. Dat is ons verblijfje. Ja, dat is ook mooi, hè? Ja. Ja, dat is opbouw van jaren, ja. Uiteindelijk. En met een eigenaar die ons goed gezind is en die genoeg goed meewerkt. Maar dit hebben we allemaal zelf als molenaar gerealiseerd. Ja. Ach kijk. Hier staat de molen dus gewoon. Dit is een soort massief. Die is massief. Ja, dit is een wiel. Draai boven. Ja, dat moet hij ons. Hij heeft geen koningsbeeld deze, hoor. Nee. Maar met een dit is om de molenkast te draaien. Ja. Dus dat is vergelijkbaar met een wipmolen, alleen een wipmolen heeft een koker. Ja. En een wipmolen heeft maar een heel klein kastje, want ja, daar gebeurt het beneden. Ja. En hier gebeurt het boven. Oké. Okay. Dus de constructie van de wipmolen beneden is ook heel anders, hoor. En ook maar het idee is een beetje gelijk daar vandaan gekomen. Maar hier heb je dus een massief paal, daar de pen van de paal en hieronder heb je dus ook een zetel. En dat heeft dus een wipmolen net zo goed. Dus daar zit de zetel waar die ook op draagt. Ja. Kun je beneden beter zien, hè. Dus die wordt dus met schoren overeind gehouden. En ja. Daar staat hij helemaal op. Ja, ja. Dus ja. En hier wordt hij dus ook omheen gedraaid. Ja. Dus de standaard staat vast. En deze... Hier zit dus ook een steenspil. Ja. Ja, kijk, dit is de lange spil die rechtstreeks aangedreven wordt door de bovenas. En ja. Boven ligt de steen en die heeft maar een kort spilletje. Ja, en de maalstoel die staat hier. Dit is de voersteen en boven is de dit voor de dierlijke consumptie. Ja, deze is voor voer. Ja. En die gebruiken we niet zo vaak. Maar hier heb je het wiel en die andere zit dan de andere kant. Ja, ik zie het. Dus een standaardmolen heeft dus daardoor ook een dubbelwiel, hè? Ik zie het, ja. Hij heeft aan beide kanten. Aan beide kanten kammen. Ja. Ja. En daar zit de vang. Hier zit de vang. Vangbalk hier. Ja. En de vang heeft
Even een binnenstok deze. Ja, die kan ik nou even niet en gooien. Wat zie ik hier? Een houten as? Ja. Een houten as? Ja, die zijn er niet zo heel veel meer, houten as. Nee. Maar er zit wel een gietijzeren kop op, hè? Een gietijzeren kop, maar een houten as. Ja, dus nu is nog vrij nieuw, die is van 1980. Eigenlijk is het beest wel nieuw hoor, van deze molen. Maar goed, er is heel veel vernieuwd en gerestaureerd voor deze molen. Maar hij is wel altijd staande gebleven. Zo die ingelaten en dit is mooi open. Ja, kijk, de blokken liggen hier, hè? Ja. Ja, ik zie het. En, ja, en dan wordt die ingelagerd. Pokhout zeker. Dus pokhoutje. Ja, ja. En dan gaat er een poortstokje achter. Ja, en dan zit die klem. Ja, en dan gaat er nog een. En dan zit ik te denken hoe ze dat nou weer noemen. Ik weet het hoor. Gadverdomme. Ja, ik weet het hoor. Maar ik kom er zo gauw niet op. Maar ik vind het wel indrukwekkend. Ja, daar valt op. Ja, het is schitterend. Ja. En dat is van het leuwerk. Ik kan wel eventjes de luik opengooien. Oh. Kijk, met een slechte knie kon ik dit ook niet, hè? Nee. Dan gaat het leuk open. Kijk, huppakee. En dan kun je het leuk weer draaien. En dan gaat het gaffelwiel. Ja, hij zit beneden nog achter de klant. Ja, ik zie het. Ik zie hem omhoog komen. Even kijken, vlug. Daar gaat hij. Ja, daar komt hij. Ja, hij is los. Daar komt hij aan. Daar komt hij aan. Daar gaat de ketting. Ja, moet even in. Daar gaat hij. Mooi, hè? Ja. Maar ik heb daar ook nog een wieltje aan de voorkant zitten. Een wieltje? Oh ja, aan de voorkant. Dat heet dit? Die. Ja. Oh, kijk eens. Weet je hoe zo'n wieltje heet? Nee. Het heet de varkenswiel. Het varkenswiel. Ja. Kijk, die draait nu ach, kijk. Vrij. Maar ik kan die hele as, kijk maar. Ik zie het. Die kan ik aftrekken met een hefboom. Ja. Nou, als ik dat nou doe, even heel rustig aan. Kijk, daar gaat hij nou erin en dan draait hij. Oh, dan hoef je het helemaal niks meer te doen. Nee, nou draait hij gewoon mee. Dus buiten de ketting. Is dat prachtig? Dan laat ik hem nou weer zakken. En zo laat u hem weer uit zijn werk gaan. Hij zakt vanzelf eruit. Ja. Met het wind dan met de hand natuurlijk. Natuurlijk. Dan gaat hij weer ophalen. Kijk, dat ik er altijd weer in deze molen. En het is eiken, hè? Dat is een eiken, ja. Er zit wel vrij veel tropisch hout in tegenwoordig. Ook die platen van het wiel. Ik zie het, ja. Dat is allemaal tropisch. Van bovenwiel. En de steenbalk en de standaard zijn ook allemaal tropisch. Dat was vroeger ook eiken. Ja. Maar dat is een concessie die me gedaan heeft. Ja, maar goed. De rest is, de hele kast is van eikenhout. Ja. Behalve de beplanking natuurlijk, dat is altijd gewoon dekhout. Daar hebben wij hier populieren voor. Populieren? Ja. Geen redzeder? Dat zit er al 35 jaar op, populier. Dus dat is ook bloeisterk? Ja, nou, het is goed geconserveerd toen het erop kwam. Dus het is toen al geïmpregneerd. Oké. En dat merk je. En daarna is het wel geteerd geweest, gecabeleerd. Maar het heeft ook een hele tijd heel kaal gestaan, maar het blijft goed. Ja. Het begint nu wel wat te werken, hoor. Maar het feit dat ze dat dus behandeld hebben, gewolmaniseerd zeg maar, dat gaat niet meer op een andere manier. Dat behoudt het, want ja, populier is natuurlijk het slechtste hout waar je kan denken. Maar het werkt nog steeds. Het ziet er prachtig uit. Ja. Nou, deze maalstoel wordt gebruikt voor menselijke consumptie. Ja, die houden het terugzakken van die... Ja, hier kun je dus de steen weer lichten, met de bovenas. Ja, je doet dus wel zo'n steenreep, die dus net zo dik is als deze, die hangt beneden. Hier ja. Daar haal je om de steen heen, dus je moet de steen eerst opwiggen. En dan haal je hem om de steen heen en dan kun je daarmee met de as draaiend... Ja. En met de vang en heel voorzichtig kun je hem dus hijsen. Ja. Want als je zo'n reep drie keer om de steen, om de as heen slaat en je hebt maar heel weinig kracht nodig terwijl die draait. Ja, precies. Dus je moet wel rap wezen. Op zijn wrijving kun je hijsen. Ja. Heel makkelijk. Ja. Nou, die... Ja, dit is de vang, hè? Binnenvangstokje, een Unster. Dat is ook een vrij unieke. En die hangt dus in de haak nu, maar als ik hem eruit trek...
gaat hij hoor. Hoppakee. Er zit helemaal geen kracht in de wind. Dat kun je zien, want hij staat gelijk stil. Ja, ja, ja. Hoppakee. Ja. Mooi. Ik even op te tekenen. Ga. Hoppakee. Valt er zo in. Mooi systeem. Dan is de paal even terug. Ja. En die kan dus gewoon erin blijven zitten. Want ja, hij drukt hem. Precies. Als hij hard genoeg draait, dan tik je hem er zelf uit. Ja. Maar toevallig staat hij tegenwoordig vaak, als hij erop blijft, hij zo staan. Ja, ja. En als hij dan een keer zegt, dan gaat hij weer terug. Ja, maar het is een rotgehoor. Ja, maar het heeft geen schaai zo. En hij blijft natuurlijk zorgen dat hij tegen terug gaat. Ja,